zijn hier vanavond in Driessen ten Diepenbeek en de avond wordt georganiseerd omdat wij met de Hart voor Limburg jaarlijks een soort ontmoetingsavond, dankreceptie organiseren waar wij allerlei partners bij elkaar brengen. Mensen die voor ons een activiteit georganiseerd hebben in de loop van het jaar, maar ook de mensen die verantwoordelijk zijn voor de projecten die wij jaarlijks steunen. Solidariteit, dat is de voedingsbodem voor de werking van het streekfonds Een Hart voor Limburg. Als ik spreek over 2011, dus het vorig jaar, hebben wij meer dan 500.000 euro ingezameld, wat een bijzonder goed jaar geweest is. Op dit moment is de prognose voor 2012 dat we rond 425.000 euro gaan inzamelen. Met dat geld dat wij inzamelen steunen wij projecten in Limburg rond maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Maatschappelijk kwetsbaar wil zeggen ernstig zieken, gehandicapten, maar ook kinderen die sociaal achtergesteld zijn, die dus eigenlijk leven in kansarme gezinnen. Op 28 juli hebben wij op Flanders Libon een golftoernooi georganiseerd waar alle Limburgse golfspelers konden aan deelnemen. Wij hebben dat eigenlijk georganiseerd met als doel een behoorlijk bedrag bij elkaar te krijgen voor de Hart van Limburg organisatie. Voor ons was het belangrijk dat we iets konden doen voor Hart van Limburg, omdat door Hart van Limburg zoveel goede projecten voor de kinderen worden georganiseerd in Limburg. Vandaar dat wij het initiatief genomen hebben om deze wedstrijd voor Hart van Limburg te organiseren. Wij hebben in totaal kunnen schenken aan Hart van Limburg een rond bedrag van 10.000 euro. We hebben er heel wat in het jaar leuke activiteiten die plaatsvinden, maar ik denk de nieuwe actie die we gaan doen, kei solidair, gaat nu opstarten in september, dat wel een actie is die hopelijk ook uitgroeit tot een traditionele actie die ieder jaar plaatsvindt. Wat houdt dat in? Het zijn bedrijven die hun werknemers oproepen om op vrijwillige basis gratis de handen uit de mouwen te steken voor het goede doen.